Een schilderij ophangen. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, dat viel nog best tegen. Trappetje op, trappetje af, gangetjes door. Het was passen en meten. En dan het moeilijkste, het ophangen. In dit geval aan het plafond in de stillevenzaal. Met behulp van touwen en een lift werd het plafondschilderij op zijn plaats gebracht. Tot het uiteindelijk hing. Ja, hartstikke leuk. Hij hangt. Hij moet nog een beetje waterpas gehangen worden. Dus we hebben nog niet helemaal definitief. Maar het is heel erg leuk, ja. Helemaal tevreden zo? Ja, bijna. Je blijft altijd kritisch op je eigen werk. Maar ik vind dat de lamp nog een beetje lager moet, dat soort dingetjes. Maar ja, goed, dat kunnen de technische mannen vandaag allemaal gaan regelen. En dan klaar. Een kritische restaurateur. Maar dat mag ook wel, na er een jaar lang hard aan gewerkt te hebben. Veel tijd hebben we besteed aan het vlakleggen van de randen. Er was namelijk in het verleden een verkleining, of het schilderij was verkleind in het verleden, de randen waren omgevouwen en die hebben we weer uitgevouwen, zodat de hele schildering weer zichtbaar is. En daar was heel veel schade door ontstaan aan de randen. Dus we hebben heel veel tijd besteed aan het vlakleggen en het repareren van die beschadigingen. En nu dus weer helemaal hersteld, hangt het plafondschilderij in de stillevenzaal. Het schilderij zou eerst in een andere zaal terechtkomen, maar is uiteindelijk toch hier beland. Hoe is dat zo gekomen? Nou, je kunt heel veel verschillende verhalen vertellen over het plafondstuk. Aan de ene kant heb je natuurlijk het hele verhaal over de vogels en het fabel. En dan zou die misschien beter in de andere zaal passen. Maar we hebben uiteindelijk gekozen voor de stillevenzaal, omdat die hier heel erg mooi tot zijn recht komt. Omdat hier veel meer ruimte is. Het maakt de stillevenzaal ook wat intiemer. En we hebben hem geplaatst in relatie tot zijn vader, het zelfportret van Cornelis Bisschop. En ook in relatie tot de trompe-l'oeil schilderijen. Het schilderij doet tevens ook mee aan het programma Hollands Nieuwe van het AVRO Kunstuur. Hierbij wordt door museumbezoekers gekeken naar nieuwe aanwinsten van verschillende musea en hoe de aankopen passen binnen de collectie. De serie is vanaf maart te zien.